We lopen allemaal wel eens tegen uitdagingen aan in je persoonlijke leven of in je professionele leven. En dat is ook helemaal niet erg. Maar als je te veel stress op gaat leveren en je kunt echt gewoon niet meer het beste uit jezelf halen, omdat je wordt belemmerd in je functioneren bijvoorbeeld, dan is het wel handig om er echt iets aan te gaan doen. En in deze podcast neem ik je even mee hoe je dat op de meest logische en eenvoudige, maar ook effectieve manier kan doen. Welkom bij de podcast van Baasbegrip. In deze podcast krijg je handige, praktische en vooral logische tips op het gebied van mindset, persoonlijke effectiviteit, zelfvertrouwen en communicatie. Om jezelf te versterken en je persoonlijke en werkgerelateerde uitdagingen succesvol aan te pakken. Ik ben Sandra en ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar de Baasbegrip podcast. Nou, welkom bij deze nieuwe podcast. En ik neem het direct ook even op als video, dus voor de vlog. Dus twee vliegen, één klap. Wel zo efficiënt. Maar goed, voor de video zul je merken dat ik af en toe eens eventjes naar mijn aantekeningen kijk. Maar luister je het als podcast, dan heb je daar natuurlijk helemaal geen last van. Maar in ieder geval, ik wilde in deze podcast en in deze vlog, het hebben over... toch weer iets heel een beetje bazaals. Gewoon de basis van het leven. Nee, dat klinkt heel dramatisch. Maar kijk, we komen natuurlijk allemaal gewoon uitdagingen tegen. Of dat nou persoonlijke uitdagingen zijn. Of uitdagingen in je professionele leven. Dus werkgerelateerd. En dat is helemaal niet erg. Maar als het je echt gaat belemmeren. Of het gaat echt doorslaan in te veel en te vaak negatieve stress. Dan is het wel belangrijk om daar wat mee te gaan doen. Want dat is natuurlijk jammer dat het je zo belemmert om het beste uit jezelf te halen. En als het heel veel energie zou kosten. Dus dan is het belangrijk dat je dat gaat aanpakken. En... het leven is natuurlijk hartstikke mooi, maar we komen ook natuurlijk best wel veel van dat soort uitdagingen tegen. En nogmaals, de ene is de ander niet. Het is ook helemaal niet erg. Je hoeft niet altijd happy-peppy door het leven te gaan en dat alles helemaal vloeiend gaat en dat er niks aan de hand is. Maar ga je er echt last van hebben, dan is het dus belangrijk om dat te gaan aanpakken. En dat moet je dus ook zelf doen. En daar gaat deze podcast over. Waarschijnlijk heb ik er ook al eerder een podcast over gemaakt. Maar ik vind het altijd wel goed om dingen ook te herhalen. Zeker als het zoiets heel erg fundamenteels is. Of iets wat echt een basis iets is in je leven. Dan kan herhaling geen kwaad. Dus daar wilde ik het over hebben. Om nog een keer door te nemen van hoe doe je dat dan? Dat is helemaal geen hocus pocus. Dat is eigenlijk gewoon best wel heel logisch. Maar je merkt toch dat vaak, zeker als je natuurlijk gestrest bent of niet lekker in je vel zit, dan ga je ook wat moeilijker denken. En dan is het juist belangrijk om je nog even te herinneren om gewoon terug te gaan naar de basis en te beginnen met het begrijpen. En het inzicht creëren om dan vervolgens heel logisch en effectief je uitdaging aan te pakken. Maar voordat je daarmee begint, die stappen van de aanpak, is het ook heel belangrijk dat je gewoon toch wat dingen met jezelf afspreekt. En dat klinkt een beetje als, dat is allemaal logisch. Maar vaak slaan we dat even over. Dat stukje een soort van aanpak mindset, terwijl je dat wel nodig hebt om echt het aanpakken van je uitdaging te laten slagen. En wat zijn nou de dingen waarvan het belangrijk is dat je dat met jezelf afspreekt? Dat zijn eigenlijk drietal dingen. En dat zijn dus echt een soort mindset dingen. Dat is belangrijk om te onthouden. Het is dus niet praktisch, maar echt iets wat je zelf... tussen je ogen moet doen. En het eerste is dat het belangrijk is dat je voelt dat je het probleem of de uitdaging, dat je dat echt wil oplossen of wil aanpakken. En dat je er ook echt in gaat geloven dat dat gaat lukken, dat je daarmee bezig gaat, dat je dat op een logische manier gaat doen. Maar je moet het dus wel echt...
willen. En je moet dus ook die stap willen zetten om daar gewoon mee aan de slag te gaan. Daarom doe ik ook heel vaak in de empowerment adviesgesprekken, probeer ik dat als eerste te achterhalen. Wat gaat het jou opleveren om deze uitdaging aan te pakken? Is het echt iets wat je zelf voelt, waarvan je, dat je echt zelf dat ook echt aan wil pakken? Of hebben anderen het tegen je gezegd? Maar, en dat brengt eigenlijk een stukje motivatie met zich mee. Als je gewoon weet wat het je op gaat leveren, dan ben je ook gewoon gemotiveerder. We houden er gewoon van dat je er iets voor terugkrijgt. En dan is het heel belangrijk om dat gewoon even bewust de revue te laten passeren. En dat je dat echt concreet hebt voor jezelf. Dus dat is het eerste. Je moet het wel echt willen. Je moet die uitdaging willen aanpakken. Als je er verder helemaal nog geen zin in hebt, dan zou ik er ook niet aan beginnen. Maar dat is dus het eerste ding wat je met jezelf eigenlijk moet afspreken. Een ander ding is dat je daarbij focust op jezelf. Dus wat je zelf kan verbeteren. We hebben vaak de neiging om, om te denken van, ik loop hier en hier tegenaan. Daardoor zit ik niet lekker in mijn vel. En dat komt door die omstandigheid of dat komt door die persoon. Maar dat heeft allemaal geen zin als je jouw uitdagingen aan wil gaan pakken. En een uitdaging kan dus even, dat is een beetje achteraf. Een uitdaging kan natuurlijk gewoon van alles zijn. Hè? Het gaat om die dingen die jou belemmeren om het beste uit jezelf te halen. En of dat nou twijfels zijn, twijfels over je carrière, dat je niet weet wat je wil, dat je een chaotisch gevoel hebt in je hoofd, dat je het idee hebt dat je te druk bent. Maakt niet uit dat je tegen een lastige samenwerking aanloopt, of een moeilijke situatie, of de communicatie met iemand gaat niet goed. Dus maakt niet uit wat het is. De uitdaging kan van alles zijn. Maar in ieder geval, jij zit daardoor niet lekker in je vel. Je hebt daardoor te veel stress. Het belemmert je gewoon om goed te functioneren. En de beste versie van jezelf te zijn. Dus dat zijn de uitdagingen waar ik het over heb. En dan is het belangrijk dat je dus echt op jezelf focust. Van wat kan ik hier aan doen? Wat kan ik hier aan veranderen? Hoe kan ik hiermee omgaan? Wachten op een ander of tot een bepaalde omstandigheid dat verandert, dat heeft niet zin. Alles begint gewoon bij jezelf. Dus dat is ook een heel belangrijke mindset voordat je begint met aanpakken. Een ander ding is dat je echt stopt met het denken in problemen. Dus zeker als de uitdaging er net is of het probleem is er net, dan kunnen we daar een beetje door opgeslokt worden. Daar helemaal in opgaan of onszelf daar aan overgeven. Maar dat is dan natuurlijk als je de aanpakfase ingaat, dan is dat niet een handige mindset. Dan is het dus handig dat je echt oplossingsgericht gaat denken en dat je niet meer gaat doemdenken, maar gaat doedenken. Dus stoppen met het denken in problemen en starten met het denken in oplossingen. Dat is ook een mindset ding wat heel belangrijk is. Besef gewoon dat je het met deze dingen dus echt in je hebt om uitdagingen aan te gaan pakken. En dat je op een gegeven moment dus echt beslist. Het is een soort keuze, het is een beslissing van nu ga ik ervoor. Ik ben het zat om hier tegenaan te lopen. Ik ben het zat om niet lekker in mijn vel te zitten. Ik ga ervoor om de uitdaging aan te pakken. En dan komen we bij het deel van wat is het aanpakken van een uitdaging nu precies. Want dat hoeft niet automatisch te betekenen dat iets gewoon helemaal verdwijnt. Dat het probleem helemaal verdwijnt. Het aanpakken betekent dat je een stap zet om er iets mee te gaan doen. Dus je gaat uit die fase van dat je erdoor belemmerd wordt. Je moet er iets mee. Maar dat iets, dat kunnen wel verschillende dingen zijn. Het kan zijn dat je het probleem ook echt daadwerkelijk oplost en dat het ook echt daadwerkelijk verdwijnt. Dat kan. Supermooi natuurlijk. Het kan ook zijn niet helemaal mogelijk is, maar dat je wel ervoor gaat om een manier te vinden om ermee om te gaan. Dan verdwijnt het dus niet helemaal, maar er gaan de scherpe kantjes er vanaf. Dan verdwijnt het half, hoe zal ik dat zeggen. Maar in ieder geval, gaat een manier zoeken voor jou om daarmee om te gaan. En als laatste, dat kan ook nog zijn, dat je realiseert van dit is gewoon iets wat ik moet accepteren. Ik moet het loslaten en doorgaan met wat wel kan.
Dus aanpakken, dat kan dus een van die drie dingen zijn. Of je lost het echt helemaal op, het verdwijnt. Of je vindt een manier om ermee om te gaan. Of je accepteert het en je laat het los en je, ja, het is gewoon wat het is. En je focust je op iets anders wat wel kan. Dus dat is wel essentieel om te beseffen. Dat je, als je helemaal erop focust dat iets echt helemaal moet verdwijnen. Dan kan het zijn dat je je energie ergens insteekt. Wat een beetje verloren gaat eigenlijk. En dat is natuurlijk dan ook jammer. Dus dat is misschien ook nog wel een beetje een mindset ding. Als het gaat om problemen aanpakken. En dan ga je uiteindelijk gewoon echt aan de slag. Kun je dat doen. Hè? Je gaat echt besluiten van, nou, nu ga ik echt mijn uitdaging aanpakken. Of dat nou iets is in je privéleven, iets persoonlijks of iets op het werk wat tegen zit. En dan is het heel belangrijk dat je begint bij het begin. Ik noem dat zelf een beetje, dat hoef je helemaal niet zo te noemen, maar voor het gemak. Ik noem dat zelf als het ware basisbegrippen. Omdat er twee dingen in zitten. Je gaat terug naar de basis. En je gaat, want dat is een hele belangrijke stap. Je gaat kijken of je kan begrijpen waarom de uitdaging überhaupt ontstaat. Want in dat begrip, in die inzichten, daar zitten dus de antwoorden voor. En de aanwijzingen voor de juiste, meest logische, meest succesvolle en effectieve aanpak van jouw uitdaging. De stappen die ik zo meteen ga noemen, dat is eigenlijk, je kan dat op elke manier doen zoals jij dat wilt. Want het zijn hele basale, eenvoudige stappen die gewoon toepasbaar zijn op elke manier, nogmaals zoals je dat wilt. Of je kunt het uitvoeren in een praktische manier zoals dat bij jou past. Dus het zijn hele... Het is een soort van eenvoudige benadering eigenlijk van het aanpakken van een probleem. En dat maakt het ook zo prettig. Want het, ja, dat maakt het gewoon heel logisch. En dat maakt ook dat je het niet hoeft te doen op een manier die gewoon helemaal niet bij je past. Dus het is helemaal geen mysterieuze truc of hoge wiskunde of iets heel nieuws. Het gaat er dus uiteindelijk om dat je heel rustig en goed nadenkt over de situatie en over jezelf. En dat je vervolgens met die inzichten die je dus daarin opdoet, gaat bedenken wat moet ik nu doen en hoe moet ik het nu doen. Nou, voor het gemak heb ik het een beetje onderverdeeld in drie stappen en ook daar een naam aan gegeven. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat om dat je de basis begrijpt. Dat je de essentie van begrijpt. Dus, maar gewoon voor het idee heb ik het eventjes verdeeld in drie stappen met een naam. En dan is de eerste stap is dan het analyseren. En in die stap ga je eerst proberen duidelijkheid te krijgen over de basis van de uitdaging die je wilt aanpakken. Dus echt de achtergrond, het waarom, hoe ontstaat het. En je gaat nadenken over jouw eigen basis. Dus jouw eigen kern, jouw eigen kerneigenschappen. Nou, over kerneigenschappen en zelfinzicht heb ik ook al heel vaak podcasts opgenomen. Dus luister dat anders even terug. Maar dat is dus in die eerste fase heel belangrijk. Je gaat inzicht verkrijgen, je gaat begrip creëren. Omdat je antwoorden nodig hebt voor hoe ga ik het nu aanpakken. Dus je gaat voor jezelf dan vragen beantwoorden zoals bijvoorbeeld, oké, waar loop ik nu echt tegenaan? Dus je gaat als het ware een beetje afpellen en tot in detail ga je proberen uit te diepen wat het uiteindelijke ding nu echt is waar je tegenaan loopt. Dus wat is het probleem? En belangrijk, waardoor is het eigenlijk ontstaan? Wat is het waarom? Je kan om het proberen te achterhalen. Kun je dus jezelf de waarom vragen stellen. Hè? Waarom gebeurt dit? Hè? Wat is precies die uitdaging? Waarom gebeurt dit? En als je dan een antwoord hebt, dan doe je nog een keer waarom. En nog een keer waarom. Dat is dat 5 times why. Ik weet niet of iemand dat kent. Dat is op zich wel bekend. En op die manier ga je dus echt proberen te achterhalen van waarom gebeurt dit nou? Maar ook dus belangrijk om nog een keer voor jezelf te bedenken en waarom wil ik dit eigenlijk aanpakken? Wat levert het me op?
Dus dat zijn dingen die je gaat afvragen om de basis te achterhalen van het probleem. Zodat je echt heel duidelijk voor jezelf hebt, dit is het ding waar ik last van heb. Dit is het ding wat me belemmert. En waardoor ontstaat het? Want dat zijn je aangrijpingspunten voor nou, je oplossingen, voor je aanpak. En dan ga je nog de basis van jezelf goed analyseren. Dus hoe zit ik in elkaar? Wat zijn mijn kerneigenschappen? Vaak ken je jezelf wel, maar goed om dat nog een keer echt een beetje nauwkeurig te doen en echt even bewust over na te denken. En heb je dat een keer gedaan, dan hoef je dat natuurlijk niet bij elk probleem nog een keer opnieuw te gaan doen. Jouw gebruiksaanwijzingsboekje, als het goed is, vult zich door het leven. Het is heel belangrijk, een stukje zelfinzicht en om jezelf goed te leren kennen. Dat vormt op een gegeven moment een soort, nogmaals, gebruiksaanwijzingsboekje. En daar kun je door het leven heen bladzijden natuurlijk aan toevoegen. Maar wel belangrijk om dat gebruiksaanwijzingsboekje over jezelf te hebben. En daarin kun je dus ook uithalen, wat zijn mijn sterke kanten? Dus wat voor manieren van aanpakken en oplossen heb ik sowieso al in me? Maar je kunt er dus ook uithalen van, wat zijn mijn valkuilen? Je valkuilen, dat zijn vaak de soort van het tegenovergestelde van je sterke kanten. Dus stel, je wil dingen graag analyseren. Dat is wel even grappig bij deze stap. En je bent daar goed in en je houdt daar ook van. Je wil dingen graag rustig over nadenken. Als je dat een beetje of tegenovergestelde ervan, of je gaat dat een beetje te ver doorvoeren, dan kan het dus zijn dat je ook echt een uitsteller bent. Hè? Dat je blijft hangen in het uitzoeken en maar niet begint. Nou, vervolgens stapelt zich het werk op en krijg je last van werkdruk en een overvolle agenda, bijvoorbeeld. Op die manier, daar ook even bewust over na te denken. Dus niet alleen de achtergrond en het ontstaan van het probleem zelf, van de uitdaging, maar ook over jezelf en wat je valkuilen zijn. Dat geeft je dus ook die aanwijzingen voor, wat moet ik nu doen om mijn uitdaging aan te pakken. En dat brengt ons bij de tweede stap, en dat is het reorganiseren, heb ik het maar even genoemd. Dus op basis van al die informatie, die antwoorden, die inzichten, dat begrip wat je hebt verzameld uit die analysefase, kun je dus gaan bedenken wat je nu moet gaan doen, wat er dus voor nodig is om jouw persoonlijke of werkgerelateerde uitdaging aan te pakken. Dat klinkt alsof het nog een soort van echt moeilijke stap is, maar dat is het niet. Je zult merken dat je tijdens het goed nadenken over de achtergrond van het probleem en het waarom van het ontstaan, dat je dan eigenlijk al automatisch in je hoofd denkt, nu, ik snap het al. Dat betekent dus, dit en dit is de oorzaak, dit en dit is het waarom, dit en dit is mijn valkuil. Dan kan het bijna niet anders dat je al automatisch denkt, dus dan moet ik dit doen. Of dan moet ik hier anders over na gaan denken. Of ik moet hier anders mee omgaan bijvoorbeeld. Dus wees niet bang dat het heel ingewikkeld is. Het gebeurt eigenlijk automatisch vanuit je analyse stap. Maar wel belangrijk is natuurlijk om het even goed te noteren en een beetje concreet te maken voor jezelf. Wat er dus voor nodig is om die uitdaging aan te pakken. Wat kun je meer of minder of anders of gestructureerder gaan doen? Moet er iets veranderen misschien in je denkpatroon? Heel veel denken misschien vanuit je ego, dat je dat beseft, dat je dat aan het doen bent. Waar moet ik toch mee leren omgaan? Wat kan ik dus beter gaan loslaten? Nou, al dat soort antwoorden komen eigenlijk vanzelf in je naar boven. Wat er moet gebeuren. Dan komt er nog een stap achteraan. En met heel veel dingen vergeten we dat altijd. Hè? Dat we wel helder hebben van, dat ga ik doen. Maar we vergeten even na te denken over, hoe ga je dat doen? En dat is dus wel heel belangrijk. Dat heb ik dan maar de stap realiseren genoemd. Dat je ook dat nog even bewust door je hoofd laat gaan. Oké, ik heb nu bedacht dat en dat ga ik doen, maar hoe ga ik dat nou doen? En hoe blijf ik mezelf eraan herinneren? Hoe blijf ik het volhouden? Het kan echt super simpel zijn, desnoods ga je post-itjes plakken op een spiegel of zo. Probeer hier wel over na te denken. Je hebt natuurlijk je dagelijks leven, je hebt je
je privéomstandigheden. Er zijn altijd dingen die je hoofd bezighouden. Dus hoe ga je nou jouw aanpakplan, hoe ga je dat daadwerkelijk doen? Ook als je in een team samenwerkt of je hebt andere mensen nodig, ook heel belangrijk om daar even gewoon over na te denken. En om daarover gewoon wat op te schrijven, of daar praktische plannetjes voor te maken, hoe je dat dan gaat doen en hoe je het blijft volhouden, ook heel belangrijk. Dus dat was eigenlijk de laatste stap als het gaat om het aanpakken van jouw persoonlijke uitdagingen. Dus hoe je het basisbegrippen doet. Dus helemaal in het begin gaat het om een aantal mindset dingen. Dus dat je op een gegeven moment echt realiseert van, oh, ik zit echt niet lekker in mijn vel. Ik word er helemaal door belemmerd, maar daar ben ik nu klaar mee. Ik wil echt nu mijn uitdaging aan gaan pakken. En dit is mijn motivatie. Ik wil het ook zelf gaan doen. Ik heb geen zin meer om te gaan wachten op een ander. En ik moet echt even gaan switchen van probleemdenken naar oplossingsgericht denken. Dus dat zijn die eerste mindset stappen. Realiseer je ook dat het probleem echt niet helemaal hoeft te verdwijnen. Dat is niet altijd het streven. Soms lukt dat wel, maar soms is het gewoon een kwestie van ermee leren omgaan. Of het accepteren en doorgaan met iets anders. En het achter je laten, bij wijze van spreken. Dan op een gegeven moment begint het daadwerkelijke aanpakken, wat je weer kan verdelen in de stap. Het analyseren, dus het goed begrijpen, het inzicht verkrijgen, aanwijzingen en antwoorden uit jezelf naar boven halen. En daarmee bedenken wat je dan moet gaan doen. Dus wat moet je gaan reorganiseren in jouw manier van denken en jouw manier van doen. En dan als laatste bedenk je nog, hoe ga ik dit ook daadwerkelijk inpassen in deze teamsamenwerking of in mijn werk, hoe ik dingen doe of mijn dagelijks leven. Dus ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Mocht je tegen uitdagingen aanlopen, natuurlijk kun je ook altijd een empowerment adviesgesprek aanvragen, want dan doen we dat samen, want soms kan het best lastig zijn. Of kun je het begin niet vinden? Of vind je het moeilijk om echt soort van al vragend de diepte in te gaan? Wat ook nog, als je dat niet wil, dan is ook nog een mogelijkheid om het Empowerment Handboek te bestellen. En daarover vind je alle informatie in de shop op de website. Wat het precies is en hoe je het kan bestellen. En dan hoop ik dat jullie weer luisteren naar een volgende podcast en kijken naar een volgende vlog. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het leuk en nuttig vond en dat je de tips kan toepassen op jouw manier. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@baasbegrip.nl of neem een kijkje op de site www.baasbegrip.nl. Tot de volgende podcast!